Erik, de weerman. Wie is dat? Deze weerman, die voorspelt het weer niet, maar hij maakt het weer. Met een weermachine, die staat daar. Oké. Het was, als je een theatertour gaat plannen, dan moet er een titel komen. En dat is vaak al anderhalf jaar van tevoren. En op dat moment, toen ik werd gebeld om die titel door te geven, toen had ik net ontdekt dat bijna in al mijn teksten zit een element van het weer zit erin. Dus het regent of het sneeuwt of een storm. Of het is mooi weer. En op dat moment belde Hans Kik de boeker en ik zei, ja, de weerman. Nog niet precies wetend wat ik eigenlijk ging doen met die weerman. Maar ik vond het wel een mooi beeld. Want namelijk, de weerman die voorspelt alles. Kijk, je weet nooit wat er allemaal boven je hoofd hangt. En het weer is daar natuurlijk een hele mooie metafoor voor. De toekomst kan mooi zijn en schitteren, maar het kan evengoed afschuwelijke dingen gebeuren. En iedereen is daar heel bang voor. Maar die weerman, die weet het allemaal wel. En dat vond ik wel een mooi uitgangspunt om de voorstelling op te baseren. Dus het gaat allemaal om voorspellingen. Gruwelijke voorspellingen en prettige voorspellingen. Maar het afgelopen jaar, toen ik ermee bezig was, is het element oorlog echt heel vaak kwam terug. Mensen zijn, en ik ook, zijn ongerust over de toekomst. En toen bedacht ik dat, dat kunnen we straks misschien filmen. Ik heb daar een cassette recorder staan, oude, met allemaal bandjes erin. En ik vertel tegen de mensen dat ik die bandjes heb gevonden. Er zijn van oude cassettes en er staat op regen, wind, storm. En op het moment dat je het bandje erin doet en je drukt op play, dan gaat het inderdaad ook regen en dan gaat het ook storm. En er zit ook een bandje bij en er staat op oorlog. En ik durf dat bandje er natuurlijk niet in te doen, want ja, dan gaat het gebeuren. Dus dat is eigenlijk het thema geworden. Niet zo uitgesproken als ik het nu tegen je vertel. Het is niet een voorstelling over oorlog, maar de dreiging die we allemaal voelen, die zit er wel in gekomen. Je zei, je moest je naam nog geven, de weerman. Je was toen achtergekomen dat je vaak zin of regels, uitdrukking met weer in je nummer zat. Ja. Hoe was je daar achtergekomen? Ja, dat besef je gewoon opeens. Er is altijd een weersomstandigheid. Het is namelijk, de teksten van mij zijn bijna nooit verhalend. Er is niet het is meer een foto, een statische situatie. En om die goed te beschrijven, ja, dan is het weer altijd een prachtige metafoor om de dingen te beschrijven die je niet in de hand hebt. En, het is een mooi middel gewoon. Maar later dus bleek dat er gelukkige greep te zijn, omdat die hele voorspellingen en die hele donkere toekomst, of misschien niet, hopelijk. Ja, dat kwam heel mooi terecht in het idee van de weerman.